In de Philips Jubileumhal in Eindhoven heeft de Nederlandse Basketbalbond één dag voor het einde van het jaar een triomf beleefd. Want zowel de dames als de heren wonnen de internationale ontmoeting tegen Zweden met grote cijfers. De in donker tenue spelende Zweedse dames, die in april 1960 in Stockholm nog een kleine overwinning behaalden op de Nederlandse ploeg, ontmoeten nu zo'n sterke tegenstand dat ze de mand maar zelden konden vinden. Vrijwel de hele wedstrijd door waren de toeschouwers getuigen van flitsende aanvallen over en weer. Pas nadat Nederland een 6-0 voorsprong had genomen, kon de Zweedse ploeg voor het eerst een punt scoren. Onder het publiek was ook de pasgetrouwde tienkamper Eef Kamerbeek. De Nederlandse dames liepen via 12-2 spoedig uit tot 18-4. De schotvaardigheid van de Scandinavische ploeg bleek zeer zwak te zijn. Tegenover drie doelpunten van Nederland kon zij er telkens maar één plaatsen. Nederland verhoogde de voorsprong gemakkelijk tot 32-8. Aan Zweedse zijde werden vrij veel persoonlijke fouten gemaakt, waarvoor de Nederlandse dames strafworpen toegekend kregen. En ook daardoor liep de score snel omhoog. Van 43-10 bij de basketverwisseling kwam Nederland door een betere conditie en groter uithoudingsvermogen ten slotte op een eindstand van 87-31. Een overwinning die de technische vooruitgang duidelijk onderstreept.